Het is woensdag en dus tijd voor u in de wijk Kanaaleiland. En wat hebben wij in de uitzending? Nou, zoals u kunt zien, we staan hier bij het herdenkingsplek van de tramaanslag. Want afgelopen maandag was het 5 jaar geleden dat de aanslag plaatsvond. En natuurlijk besteden wij daar in de uitzending aandacht aan. Vandaag denken we aan deze 4 mensen, maar ook aan hen die gewond raakten, getuigen waren of op allerlei manieren hulp kwamen bieden. Wat mij opvalt is dat het verdriet gewoon nog steeds echt alom aanwezig is. En op een dag als vandaag, ja, dan tref je dat natuurlijk weer extra. Want u spreekt natuurlijk veel van de nabestaanden. Is er, kun je zeggen, is het woede, is het verdriet, is het berusting, is het een plaatsgeven? Ik denk dat al deze emoties voorkomen. Mensen gaan natuurlijk ook door letterlijk de fases van rouw, hè? Dat begint altijd met ontkenning en verbijstering. Daarna volgt meestal de woede en daarna het verdriet en daarna de berusting. En je ziet dat mensen op heel verschillende plekken of fases in dat rouwproces zit. Dus bij sommigen is het vooral nog boosheid en bij anderen is er al tijd voor berusting. Maar dat verschilt ook van mens tot mens. Ja, en als je gaat kijken of de impact die het op Utrecht heeft gehad, want eigenlijk kun je voor een deel ook zeggen, is dat misschien het tegenovergestelde van wat de dader ooit in gedachten had? Ja, er is natuurlijk een enorme solidariteit op gang gekomen. Dat begon die avond al met dat prachtige protest, dat stille protest. Met al die spandoeken en met ook de Marokkaanse vaders die zeiden van dit laten we niet toe. Ja, het was denk ik iets wat iedereen ook op het netvlies gegrift zal blijven. En inderdaad ook het enige juiste antwoord. Een gemis dat voor sommigen alleen maar groter is geworden. Het gaat nooit meer weg. Voor heel veel van de betrokkenen is het nog iedere dag 18 maart 2019. Het is altijd indrukwekkend om te zien dat als zoiets heftigs gebeurt, dat mensen niet tegenover elkaar gaan staan, maar elkaar juist gaan vinden in het verwerken van alle leed. En ook, ik heb hier heel veel nabestaanden gesproken de afgelopen jaren dat ik hierbij mocht zijn. En je merkt dat er heel veel woede nog zit, frustratie zit, maar ook een gevoel van saamhorigheid. En het is heel erg knap dat dat allemaal in één mens bij elkaar kan komen. En dat is wat de nabestaanden hier laten zien, maar ook de slachtoffers, de hulpverleners. Dus juist elkaar vinden in een strijd tegen terrorisme. En ook plek hebben ook voor het onbegrip, de frustratie, de pijn, de woede die daarbij hoort. Dus dat is heel knap, ja. Het is ook helemaal niet erg dat mensen nog, die dat zo dicht hebben meegemaakt, dat ze daar nog steeds woedend over zijn. Nee, ik begrijp dat heel goed. Ik begrijp dat je dat op een gegeven moment ook een plek moet kunnen geven om verder te gaan met je leven. Maar ik probeer mij voor te stellen hoe het is als mens om ook te kunnen zeggen, Ik vergeef of ik laat het los. Of dat moet in mens moeilijk zijn als je kind bent verloren of een vader of noem maar op. Dus ik heb ongelooflijk veel respect voor hoe hier de mensen omgaan met hun pijn. En eerlijk gezegd neem ik ook de lessen die ik van hen heb geleerd de afgelopen jaren elke dag mee in mijn werk. Dat zijn ook lessen die ik nooit als mens ga vergeten. Uiteindelijk kostte die brute aanslag 4 onschuldige mensen het leven. Roos, Daniel, Rinke en Willem. Bij hun nabestaanden overheerste die eerste uren en dagen na de tramaanslag het ongeloof. Dat je geliefde op zo'n wrede manier van je wordt afgenomen, dat is niet te bevatten. Heb jij het idee dat de wijk nog steeds bezig is, en ik hoop op positieve manier, met de gevolgen van de aanslag? Dat denk ik wel. En ik durf ook wel te zeggen de stad. Hè? Het gaat verder dan de wijk. En elke Utrechter weet nog precies waar die was op dat moment. En wat er door zijn hoofd heen speelde. En dat geldt voor mij ook zo. Maar ook voor heel veel mensen in onze stad en in onze wijk. Ja. Want jij was toen nog niet
je had nog geen politieke functie? Nee, ik werkte toen voor Stichting Vreedzaam. En wij hielden ons altijd bezig met de Vreedzame Wijk. En ik was ook betrokken bij Utrecht Zijn We Samen. Hè. Dat is een aanpak tegen radicalisering. En ik was in Den Haag en ik ben toen gebeld door een ambtenaar van Dennis, er is iets heel erg gebeurd. Dat was nog voordat het op het nieuws was. En we weten nog niet zo goed wat er is gebeurd. Het was nog allemaal onduidelijk. En ik ben toen gelijk in de auto gestapt en naar Utrecht toe gereden. Om te kijken van ja, wat kunnen we dan nog doen? En juist met name in de periode daarna is er ook heel veel gedaan, hè, op dat vlak. Door mensen vanuit bijvoorbeeld DOC of vanuit het jongerenwerk. Buurthuizen zijn open gegaan. Er zijn heel veel gesprekken gevoerd, juist ook in onze wijk. En dat is toch wel weer de sociale kracht die we ook hebben met elkaar. Als u er vanuit uw functie naar kijkt, wat hebben we ervan geleerd? Ja, het heeft inderdaad voor het hele land een enorme impact gehad. Dus iets gebeurd waarvan we met z'n allen dachten dat het hier nooit zou gebeuren of kon gebeuren. Als je kijkt vanuit justitie en veiligheid. Er is uitvoerig onderzoek geweest. Hadden we dit kunnen voorkomen? Wat hadden we kunnen doen? En daar kan ik heel lang over zijn. Maar een van de belangrijkste lessen is dat alle instanties elkaar veel sneller moeten kunnen vinden. Veel sneller informatie delen. Dus er zijn heel veel lessen van meegenomen. Wetende dat we het leed van 5 jaar geleden hier niet weg kunnen nemen. Zal wel iedereen alles op alles zetten om ooit dit weer te proberen te voorkomen. En het is nu de laatste keer hè, dat het jaarlijks wordt. Het gaat nu iedere 5 jaar herdacht worden. Ja, klopt. Dat doen we eigenlijk. We kijken ook natuurlijk hoe dat elders gaat om te voorkomen dat het echt verwatert. Er was vandaag een fantastische opkomst, echt honderden mensen. En ik hoop zeer dat dat over 5 jaar weer het geval zal zijn. En in de tussentijd blijven we wel herdenken. Hè? Want de Domtoren zal blijven luiden. De vlaggen zullen op elke 18e maart half stok gaan. En we hebben ook niet voor niets nu een boek laten maken met 13 ja, portretten van nabestaanden, van slachtoffers en ooggetuigen, hulpverleners. Om een echt geschreven monument ook te kunnen hebben. En ik ben er ook zeker van dat wij als wijk ook op onze eigen manier blijven herdenken. Dat lijkt me hartstikke goed ook als dat gebeurt. Vanochtend heeft een afschuwelijk incident plaatsgevonden bij het 24 Oktoberplein. Wat weet jij nog van die dag? Nou ja, eigenlijk alles nog. Weet je, het is een dag die voor mij als een roes voorbij ging. En ook tot op vandaag. Mensen die gewoon getraumatiseerd zijn door iets vreselijks als dit. En op welk moment heb je ongeveer het besluit genomen om de stad min of meer plat te leggen? Nou ja, dat was al vrij vlot. We dachten eerst dat het misschien meerdere zou zijn op meerdere plekken. Maar achteraf gezien was al redelijk snel duidelijk, maar wij niet voor ons, dat betrokkenen zich, dat het er één was en op één plek zat. Maar zodra ik in de Belcampo was, dus in Leidse Rijn, heb ik een filmpje opgenomen op mijn telefoon. Om te zeggen, mensen, blijf thuis, want het is gevaarlijk. Bovendien had het kabinet al, de NCTV had alarmfase 5 afgekondigd. Uniek, hè? Daarna nooit meer gebeurd. Gelukkig. Niemand wist wat er aan de hand was, hoe erg het was. En dat hebben we toen gedaan. Maar dat waren wel de cruciale momenten. Dus stilleggen, weer vrijgeven. En het moment dat we het bericht kregen, dat was tijdens de persconferentie, aan het eind daarvan, van betrokkenen hebben we binnen. Een daad van terreur is een aanval op onze beschaving. Ja, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. Slecht voor deze land. Deze land is altijd rust geweest. Ja, we horen inderdaad zojuist, krijg ik door van mijn collega, dat we inmiddels de verdachten die we zochten, die hebben we inmiddels aangehouden. En heb je ook zorgen gemaakt, wat sommige mensen hebben gedaan, dat het een soort tweedeling in de Utrechtse samenleving zou veroorzaken. Gelukkig is dat natuurlijk absoluut niet gebeurd, maar is die zorg er toen wel geweest? Ja, natuurlijk. Weet je, het is allemaal lang, ook alweer lang geleden, maar er was net, volgens mij heet het Christchurch in Nieuw-Zeeland, dat was dat weekend. Volgens mij had ik de moslimgemeenschap net bij me gehad, misschien wel de zondag ervoor, de zaterdag, om erover te spreken. Want in Utrecht heb je de bondgenotenaanpak, dus dat je hele korte lijntjes hebt met alle verschillende gemeenschappen. Het was dus heel spannend en toen kwam dit er overheen en op de dag zelf, dat de moskeeën werden gesloten, dat mensen bang waren en dat mensen elkaar ook allemaal zaten op te jutten, omdat er natuurlijk allemaal van die berichtgeving die nergens op slaat.
En dat heeft Utrecht en de Utrechtse gemeenschappen en Utrecht zelf heeft dat natuurlijk bezegeld door, volgens mij was het de vrijdag erop, door die stille tocht die werkelijk door talloze mensen en dus door van de fans van Utrecht tot en met de imams die meeliepen en die ook Utrecht buigt niet en wij laten het niet gebeuren dat zo'n idioot, want het is natuurlijk een crimineel, dat die ons laat splijten. Kun je eens vertellen hoe jij die dag beleefd hebt? Ja, natuurlijk als een enorm indrukwekkende en gehaaste dag waarin alles tegelijk gebeurt. En je moet je voorstellen, komen heel veel meldingen binnen bij de meldkamer. Om 11:15 ongeveer. Tientallen, honderden. En hoe lang duurde het voordat het op jouw bureau terecht kwam? En dan wordt bij mij de pieper geactiveerd. Ik had die week de dienst samen met mijn team. En ik was in de Bilt, dus een beetje in de goede hoek van Utrecht. En ik was een van de eerste die in ons crisislocatie beschikbaar was. En dat was zeg maar nog voor 11:00. Toen was er dus ondertussen vanuit de meldkamer al een leidinggevende naar de locatie gestuurd. En die locatie wordt dan afgezet. Je gaat natuurlijk kijken, is de locatie veilig? Die wil je eerst als veilig beoordelen. En je gaat eventuele slachtoffers en gewonden redden. Dus er zijn mensen ook al in de buurt van de tram geweest, meteen ook al rond 11:00, om de mensen waarvan ze zagen dat ze op de grond lagen, maar nog wel aan het bewegen waren, om die weg te slepen en te redden. Ik zat in een tram in één keer hard in de remmen. En in één keer kwam er een soort schutter aanrennen met een pistool omhoog. Dus proberen overzicht te krijgen van wat hier allemaal speelt. Hulp bieden aan slachtoffers en onderzoek doen. En proberen natuurlijk zo snel mogelijk te kijken of degene kunnen pakken die hiervoor verantwoordelijk is. Maar qua inzet, heb je het gevoel dat die dag toch redelijk goed verlopen is? Ja, ik denk eerlijk gezegd ben ik er zelf altijd heel trots op geweest, op hoe het die dag is gegaan. En dan moet ik ook zeggen dat ik in wil staan ook voor mijn collega's die daar ter plaatse zijn geweest. Want die hebben daar in sommige gevallen echt een traumatische ervaring aan overgehouden. Ik heb natuurlijk een baan ergens in een kamer ver weg met veel meldkamermensen eromheen en veel collega's die mij helpen. En ik moet zorgen dat er keuzes gemaakt worden. Maar de mensen op straat, ja, die hebben het feitelijk meegemaakt. Dus die hebben daar soms echt wel een hele moeilijke herinnering aan en leven daar nog iedere dag mee. Voor mij is het vooral een dag geweest om achteraf trots te zijn op hoe de politie in heel Nederland het gedaan heeft. Dat was het weer. Bedankt voor het kijken. En wilt u nou de filmpjes nog een keer terugzien? Kijk dan naar www.uindewijk.nl.